Ja, de opluchting is wel, was wel groot. Ja, Brian Lins, jullie winnen eindelijk weer eens een uitwedstrijd. De eerste in 2021. Merk je de opluchting groot is bij jullie? Oh, zo had ik er nog niet over nagedacht. De eerste in 2021. Maar ja, de opluchting is wel, was wel groot. Omdat Utrecht uit gewoon altijd een hele vervelende tegenstander is. Maar het was niet goed. Wordt er dan nog wel over nagesproken of tellen alleen de punten in deze fase? Daar gaan we zeker over naspreken. Dat is het enige wat zeker is. Maar op dit moment tellen wel de drie punten. Er zijn open deuren intrappen natuurlijk. Maar dat is op het moment wel zo. Want je moest dichter bij Vitesse komen. En nu was je kans. En nu moeten we over 2 weken Vitesse thuis. Dus wordt dan een hele belangrijke. Hoe komt dat wel dat er zoveel makkelijke ballen over een paar meter niet aankomen? Wat zeg je in het veld? Hoe kijk je daarnaar? Ja, we zeggen in het veld dat het niet mag. Ja, dat zeg je altijd. Alleen, ja, hoe het kan, dat weet ik ook niet. En natuurlijk, als je vooruit speelt, dan maakt het niet zoveel uit. Dan ga je ook foute ballen spelen. Maar vooral in de as, daar mag je nooit balverlies leiden. En dat hadden we vandaag wel te vaak. Waardoor dat hun vaak in de counter konden komen. Om in ieder geval kansen konden creëren. Al moet ik zeggen, was Utrecht ook niet heel erg scherp vandaag. En ik denk dat vanaf twee kanten eigenlijk zo was. Je werkt heel hard. Maar hoe moeilijk was het voor jou vandaag als spits te acteren? Je hebt 1 echte kans gehad. De bal in de loop die je ervoor langs schiet. Ja, die was ook te ver weg. En er kwamen ook van twee kanten kwamen jongens. Noem ik ook, was een mogelijkheid, maar geen kans. Dit was weer een moeilijke wedstrijd. Omdat je begint met een ander systeem. Dat liep niet. Dan schakel je om. Maar wat er niet echt heel veel power naar voren toe. Vooral op eigen helft opereerden wij. Dan is het enige wat je kan doen is werken. En hopen dat je nog een keer een kansje krijgt. En ik had gehoopt eigenlijk toen hun 1 op 1 gingen spelen op de laatste. Dat ik dan een keer achter de verdediging kon komen. Alleen uiteindelijk mocht dat niet zijn. Ja, de trainer had het net ook over jou. Die zegt ook, ja, ik zie hem ook niet echt als een linksbuiten, meer als spits. Waar voel je jezelf nou het meeste dan? Ja, weet ik niet. Moeilijke vraag. Ik heb bij Vitesse in 2-spitsensysteem heel veel gespeeld. In het begin natuurlijk als linksbuiten, toen in 2-spitsensysteem. Het kan allebei. Ik maak me daar niet. Ik denk er eigenlijk niet te veel over na. Nee, maar je bent dan echt als centrumspits. We hadden laatst ook Roy Makaay. Die zei, ja, ik zie toch meer in hem een loper. In een 2-spitsensysteem of meer in linksbuiten. Ja, hoe zie jij dat? Ik ben iemand die wat vaak, zoals vorige week, die goal wat ik maak. Dan ben je de loper in de 16 meter. En dan in de rug vaak van tegenstanders. Ja, dat is gewoon heel erg moeilijk te verdedigen. Als spits zijnde heb je vaak 2 centrale verdedigers die op jou letten. Dus is dat vaak wel moeilijk. Alleen wij spelen ook niet echt met veel voorzetten. Dat is zonde van mij. Want daar ben ik wel vaak gevaarlijk mee. En of dat dan als spits is of als linksbuiten, maakt dat niet zoveel uit. Volgende week de bekerfinale, Vitesse-Ajax. Ben je voor je oude club of ben je voor Ajax? Ik heb veel vrienden bij Vitesse nog. En ik gun Vitesse alles. Alleen voor ons zou het natuurlijk wel beter zijn als Ajax wint.